Uit 1978 hoorde je hier bij NAKPRAAT 107.3 FM, 92.9 op de kabel, Foreigner met Cold as Ice. En we gaan volgens mij weer een beetje carnavales doen, heren. Ja, we gaan dus even terugblikken op de, zoals Leonard altijd zegt, de BV van de carnavals BV van de Rad. De Rad van Elf. De Rad van Elf. Ja, ja, inmiddels ja. Bekend bij toch wel een aantal mensen, Leon. Ja, ik hoor van veel mensen dat het de enige act is waar ze de kroeg voor uitkomen om eventjes naar de optocht te komen kijken. Ja, en dat was zeker deze optocht. Moesten ze vroeg de kroeg uit? Ook ja, dat moesten ze vroeg ja, uit. Ja, want we liepen voor en het regende. Dus ze moesten ook nog de regen in. Ja. En daar hadden toch wel wat mensen voor over. Start nummer 4. We waren net op tijd, hè? Zo, dat scheelde echt niks. Ik moest eventjes toch rennen vooruit om eventjes bij de optochtcommissie te melden dat we er zijn. Terwijl we er feitelijk nog niet helemaal waren. Maar we moesten helemaal voorin gaan invoegen. En dan is allemaal net iets anders ingesteld als het jaar daarvoor. Dus we was eventjes zoeken waar we moesten staan. Maar 6 minuten later... Toen mochten we van start. Toen waren we net aangekomen. En ik had het idee dat de jury ons nog niet was tegengekomen. Nee, die hadden ons denk ik gemist. Ja, het is vooraf gaand aan bij het opstellen. Dan komt de jury nog even kijken. Komt ze kijken hoe de techniek in elkaar zit. Of het allemaal mooi afgewerkt is en hoe wij er allemaal uitzien. Maar ik heb ze niet gezien. En ik denk dat dat ook een beetje terug is gekomen in de juryuitslag. Maar toch een knappe 6e plaats, Leon. Desondanks toch nog 6e geworden met 181 punten. En jullie mogen volgend jaar dus weer meedoen. Ja, we hebben ons weer wildcard weer verdiend. En, en voor de mensen thuis, 6 van de? 6 van de 7. 7, hè? Ja. Let op, hé. Ik kan me herinneren dat jullie wel als laatste geweest waren in een grote groep omdat je met te weinig man was. Dus, ja, maar die hadden ze onze act niet vergeten, niet begrepen. En ze hebben onze mail niet gelezen en zo. Dus we waren toen met 5 man en we beelden uit alsof we met 10 waren. Ja. Een officiële grote groep als je met 10 bent. Ze begrepen het niet helemaal. Nee, en ze hebben gewoon de mailbox niet gekeken. Wij hebben altijd de mogelijkheid gehad om jullie van dichtbij te volgen. Want een aantal jaren hebben we kort voor jullie gelopen. Ja, dus vandaar. Gaan we volgend jaar weer eens doen. Ja, we hadden nog wat pech onderweg, hè? Zo, reken maar. Ja. We waren al. Plotseling was daar een enorm gat in die optocht. We dachten al heel snel uitgeteld te zijn. En wel geteld op de, de havenmarkt. Want wij hadden dus een telraam bij, want wat waren we aan het uitbeelden? Een NAK telt nog steeds mee. En wat waren we aan het doen? Heel veel mensen, gewoon alle mensen langs de stoet die naar ons stonden te kijken, gingen we allemaal tellen. Dus we waren al op tellertje. Dat teller hadden we al op 23.987 staan. Ja. En toen knalden in één keer alle wielen, bijna alle wielen onder onze telraam uit. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb naar het formaat gekeken en het was ook iets te verwachten. Of zie ik dat verkeerd? Dat was gewoon wachten op een ellende. Ja. Op het asfalt ging het nog goed, maar daarna op die kijkers in de Vismarktstraat ging het er een stukje die minder. Die kasseien met van die voegen van die open voegen van misschien wel 3 centimeter breed. Ja, dat is een vraag om ellende natuurlijk. Die voegen zijn net zo groot als een sportieve dipper in NAK zit. Ben je bij La Bohème niet even snel doorgelopen naar de Appie Heijn om even een boodschappenwagentje te halen? Nou ja, dat... We zaten daar al te kijken, we twijfelden wel, wat moeten we nou gaan doen? Want we waren aan start nummer 4, hè. En start nummer 3, dat was een grote wagen. En die had natuurlijk lekker de vaart in. En ja, we stonden gewoon stil. Dat ding is misschien wel 150 of 200 kilo. En dat ding is gewoon zo lomp, idioot, om niet... Die is gewoon bijna niet vast te pakken. Mm-hmm. Die kan je alleen maar duwen, die kan je niet optillen. Ja. Nou, toch is het geluk om 20 meter vooruit te sleuren op een of andere vage manier. Vereende krachten en... Totdat je weer op het asfalt terecht kwam. Dan kwam de tet van de parren in ons los. Maar dat ging het toch niet worden. Totdat iemand op het briljante idee kwam om het... Want niet alle wieltjes waren afgebroken. Ja, alleen de voorzijden die waren afgebroken. Maar als we nou omdraaien, dacht dus iemand van ons... Dan kunnen we hem alleen maar te duwen. Daar kwamen dus 50 meter verderop achter. En dat ging toch wel een stuk makkelijker. Ja, maar we moesten en zouden hem wel richting de grote markt moeten brengen. Want gevoelsmatig is dan... Dat er in ieder geval toch één ploeg het moeten doen dit jaar. Dat is je belangrijkste mijlpaal. De grote markt halen, hem aan de prins van het Kielergat kunnen laten zien en zijn gevolg. Ja. En dan daar je showtje nog een keer opvoeren. En dan is het eigenlijk in feite... Dan kunnen we hem bij de bom op parkeren. Ja, dan kun je feitelijk de kar aan de kant zetten en dan is het gewoon gelukt. Nee, maar dat is onze eerste nadruk. We hebben met op pure wilskracht en onvervaste no-wat hebben we dat ding door de optocht moeten slepen. En gelukkig was de route iets korter. Ja, we mochten aan het eind van de oude vest hoeven we niet meer naar de Vlaszak en de Wostraat. Dat was ook jammer, want het zijn ook wel leuke stukken natuurlijk bij Café de Bijert. Ja, absoluut. Ja. Maar we waren er toch wel een beetje klaar mee. Ja, en ook niet van Via van Ham, hè? Zijn jullie ook niet geweest helemaal? Nee, dus, nee. Ja,
Van Am zijn we wel. Ja, geweest. Wij wel. Jullie wel. Ik wil zeggen, het tweede stuk van de optocht is. Wij waren nog gelijk helemaal linksaf. Ja, die ging gelijk, het laatste stuk ging gelijk linksaf. Wij zijn nog het lusje gemaakt rechtsaf, zeg maar. Wij waren om 3 uur al binnen. Ik geloof dat rond 3:30 hebben ze gezegd van Eind van de Halstraat, ga maar linksaf. Plak maar rechtsaf. Dus dat bleef ons bespaard. Want natuurlijk loop je natuurlijk wel even die mooie stukken. Maar met als gevolg dat we. Ja, die regen, die was natuurlijk verschrikkelijk. Hè. We hadden natuurlijk alleen maar die pech van die wieltjes. En natuurlijk waren we ook tot de onderbroek zeikensnat. Ja. Maar daarna brak toch wel de werkelijke ellende rond. Met zware windstoten en grote slagregens. Ja. Toen waren wij al binnen. Toen waren eigenlijk al binnen. Het weer nog slechter. En om 3:15 een zonnetje 10 minuten. En toen begon ik nog even vrolijk door. Dat heb ik gehoord, Dat was wel heel bizar natuurlijk. Hè. Ja. Maar het is doodzonde natuurlijk voor al die deelnemers die daar zoveel tijd en moeite en geld in hebben gestoken om daar iets moois weg te zetten. En feitelijk maar een halve optocht kunnen lopen. En voor een audience van, publiek, daar word je niet echt helemaal warm van. Het publiek was veel in de kroeg en onder afdakken te vinden. Ja, en halverwege de optocht al naar huis lopend, zeg maar. Hè, dat je toch heel veel zag dat in de afgelopen jaren op grote stukken er hele grote massa's mensen stonden. Hè. De mes bijvoorbeeld vorig jaar, dat was gewoon net 12 rijen dik. Ja. En dat was nog wel met half vaste. Ja. Dat was ontzettend druk toen. Ja. Maar ook die jaren daarvoor. Dat zei ik sinds een jaar of 3, zeg maar, dat daar ook heel erg druk is. Maar het was heel erg gezellig. Klopt, maar met dit weer, ik snap de mensen wel. Nee, overigens vind ik zelf optocht kijken ook geen bal aan. Ik hou dat nooit lang vol. Ik loop al optochten sinds, ik denk pakweg 1997. En een paar keer dat het 3 keer is voorgekomen dat ik de optocht niet heb gelopen. En daar kon ik me ook niet toe zetten om echt nog heel vroeg naar de stad te gaan. Toen kwam ik pas, de tweede helft zie. Nee, wij zijn gemaakt om de optocht te lopen. Wij kunnen hem niet kijken. Ik heb ook wel eens gekeken in de catch en dan na 5 minuten sta ik alweer binnen. Ja. En dan is het binnen carnaval en dan af en toe... Blijven jullie maar gewoon lekker meedoen. Lijkt me een hele goeie. Ja, volgend jaar is de Rad van Elf natuurlijk ook weer present. Maar, we hebben al wat ideeën, dus... Er ligt genoeg op de plank. Er ligt genoeg op de plank. Dan moet het alleen nog uitgevoerd worden. Het viel me trouwens wel op. We waren als eerste optochtdeelnemer. Waren we als eerste in de chassé. Ja. En we vertrokken ook weer als laatste. Ja. We hebben knap gedaan. Ja, dat op een of andere manier blijven we altijd plakken. Diverse groepen die gewonnen hadden, hebben we even laten zien hoe je dan een feestje bouwt. Ja. Want daar winnen ze een keer iets en dan zijn ze gelijk naar huis. Maar hoe zou dat eruit zien als dat wij een keer winnen dan? Hoe gaat dat eruit zien? Ja, dat wordt ook veel. Hè. Dan denk dat ze de volgende dag de deur open doen en jullie nog achter de deur zitten. Dat is hetzelfde als met Nakken, Sander. Als we ooit iets winnen. Dan... Als we gaan, dan gaan we met z'n allen. Maar de rat voorop. Juist. Maar jongens, waren er ook nog meisjes langs de route? Langs de route? Oh, ik snap hem. Ja. We hadden zelfs 2 dames in ons, super enthousiast. Ons team meelopen. Dus, Kijk aan. Dat is ook voor het eerst dit jaar. Is dat voor het eerst? Nee. We wisselende samenstelling. Ik wou zeggen. Wisselende contacten, zullen we maar zeggen. Dat ging hartstikke goed. De dames waren zeer enthousiast. Geen uitzondering. Nee. Maar ik snap, jij wil naar Raymond van het Groenewoud. Heel goed, Marcel. Ja, dat duurde even voordat hij viel. Maar soms probeer ik wel eens een bruggetje te maken, gezien de tijd. Dat is onze wekelijkse Belzenplaat. Ah. Ja. Ja, de Rimmel van het Groenewoud met meisjes. Lekker hoor.